In 2018 werden er in België bijna 87.000 ton oude banden ingezameld. In meer dan 5.000 inzamelpunten. Nu, welke organisatie zit er achter dit systeem en wat gebeurt er eigenlijk met die oude banden? Vandaag zijn we te gast bij een bedrijf dat hierin, in opdracht van Recytire, een grote rol speelt. Chris, vertel eens, wie of wat zijn jullie? Recytire is het beheersorganisme voor afvalbanden in België. Dus wij beheren de producentenverantwoordelijkheid over banden en zorgen dus voor de financiering van het hele systeem, de preventiecampagnes, de inzameling en de verwerking ervan. Wat gebeurt er eigenlijk met die gebruikte banden? De banden worden afgemonteerd van het voertuig. Ze worden eerst gesorteerd door de bandencentrale te zien of die doorverkocht kunnen worden als tweedehandsband. Is dat niet mogelijk, worden die ingezameld door gespecialiseerde bedrijven die dan op hun beurt die banden nog eens gaan sorteren. Dan wel niet voor de lokale markt, maar voor de internationale exportmarkt. Wat niet verkocht kan worden of hergebruikt, dat wordt dan geschred in dikke chips. En die worden dan afgestuurd naar verwerkingsbedrijven voor granulaat. Dus gebruikte banden worden sowieso ten 100 gerecycleerd. We zitten vandaag aan 96% materiaalvalorisatie. Enkele jaren geleden was het nog 50% materiaal, 50% energetische valorisatie. Ondertussen zitten we aan minder dan 5% energetische valorisatie bij de cementindustrie, dus een uitstekende score. Nu op gebied van innovatie, jullie staan ook niet stil, hè? We denken dat het de rol is van een beheersorganisme om eigenlijk innovatie te ondersteunen. We hebben dat gedaan door het oprichten van een fonds, genoemd Greener, binnen de Koning Boudewijn Stichting. We hebben daar 4,5 miljoen euro in geïnvesteerd om eigenlijk projecten die te maken hebben met innovatie en banden en rubber eigenlijk te promoten en te ondersteunen.